Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmas dag 12. Uitzonderlijk vroeg voor mijn doen. Ik heb mij al gedoucht, as you can see. Maar het is een speciale dag. Céline is aan bevallen op dit moment. Oh my god. Ik ben echt zo zenuwachtig en excited. En amai. Dus Nick had om 5:30 een berichtje gestuurd. Dat het zover was en dat ze gingen vertrekken naar het ziekenhuis. En wij, ik en Sam, gaan op de hondjes passen. Sam is al daar, omdat Sam was toch al heel vroeg wakker. En om 6:30 denk ik, had hem gestuurd dat ze in het ziekenhuis waren. En een foto van Céline. En de monitor met haar buikje. En mijn gsm gaat. Nu kan ik echt niet meer. Ik stond net onder de douche en ik kreeg telefoon. Dus ik dacht, oh my god, Nick. Maar het was niet. Oh, ah nee, het is Sam. Maar wel in de groep van Nick en Céline. Ah, Sam stuurt een video. Hallo, goedemorgen mama en papa. Jullie waren deze morgen heel snel weg. Er wist niet wat er aan de hand was, dus we waren een beetje ongerust. Maar onkel Sam heeft ons alles uitgelegd, dus we snappen het. Wij kijken uit naar ons nieuwe vriendje. Veel succes met jullie mami. Tot straks. Ah, oh my god. Oh, ik ga even naar Wenen al hele ochtend. En ik gok dat Céline wel binnen dit en 3 uren of zo zeker bevallen zal zijn. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat allemaal gaat duren. Maar ik ben super benieuwd. Ook hoe dat de baby gaat heten, want ook ik weet dat nog niet. Heel veel mensen vragen altijd, jij weet het al zeker? Maar nee, ze hebben dat echt voor iedereen geheim gehouden. Maar ik heb 2 opties die ik denk dat het gaan worden. Dus ik ben heel benieuwd als er 1 bij zit. Allee, als het 1 gaat zijn, gewoon van die 2. Maar dat kan ook niet natuurlijk, hè. Zijn jullie ook excited? De baby gaat geboren worden, hè? Zie ik jullie wel weer als ik meer nieuws heb, denk ik. Oh, mijn hart, man. Oh, of ik ga eerst mijn adventkalenders open doen. Ja. Het is eigenlijk... Wacht, we zijn de 7e, maar ik vul een vlogmas dag 10 vandaag. Oh. Oké, het is anoniem, dus ik ga niet opnemen. Het is alleszins niet Nick op Céline. Ah, oei, ik denk misschien dat dat een hotel is. Sam en ik gingen normaal dit weekend naar Parijs, een weekendje. Maar ik heb dat geannuleerd en naar volgend weekend gezet. Omdat, ja, het is vandaag vrijdag en ik wil natuurlijk morgen ook nog naar de baby gaan kijken. En zondag ook nog. En ja, ik weet niet. En trouwens ook voor de honden. Van Céline en ik voor Milka en Ellie. Want ja, ik ga die niet alleen laten. Allee, de papa van Nick gaat ook wel eens kijken, denk ik. Maar toch. Oké, dus wat ik aan het zeggen was... Oh my god, ik ben echt all over the place, hè. Maar jullie moeten echt mijn hart eens voelen. Dat is echt waar. Niet normaal. Ik heb heel veel zenuwen. Ik film vandaag vlogmas dag 10. Maar ik heb ook intro's opgenomen voor... 11, 12 of 13, omdat ik niet weet wanneer dat zij hun vlog online gaan zetten. Stel dat zij hun vlog pas op vlogmasdag 10 online zetten, dan ga ik niet ook op dag 10 die online zetten. En dan doe ik dat op dag 11 of zo. Dus ik weet het allemaal niet, maar ik ga alleszins mijn adventkalenders voor dag 10 openen. En dan zullen we zien. Hè. Ik ga beginnen met de IKEA-kalender. Ik ben echt zo zenuwachtig. Ik ben lang niet meer zo zenuwachtig geweest. Oké, er zit
zit een chocoladje in. Dit. Ik ga dat zelfs opeten. Of nou, dat gaat smelten. Ik ga het nu opeten. Dan mijn Bruno Vasari kalender. Het is van de Bruno Vasari Chianti lijn. Dit is het. En het is een oogcrème en je kunt ook op je lippen smeren. Hier heb ik de grote full size al van gehad. Super goed voor donkere kringen. Want ik gebruik die, ja, die is denk ik een maandje op of zo. En ik heb nog niet de tijd gehad om een nieuwe te gaan kopen. En dan kan ik deze gebruiken. Dan, dag 10 van Kiehl's ga ik ook open doen. Omdat we gisteren een full size hadden in de vlog. Hoop ik dat er vandaag ook zo gaat zijn. Oké, het is de Kiehl's Super Multi Corrective Cream. Dus super benieuwd. Wel ook al een veel beter ding dan zo'n staaltje natuurlijk. Ah, er staat ook iets in. Ah, er staat zelfs altijd in. Oei, dat wist ik niet. Apply evenly to clean skin in the morning and in the night. Oh god, dat staat gewoon overal. Dat is wel handig. Dat wist ik niet. Ik ga me klaarmaken, dus tot strak. Still nothing. Om de tijd te killen. Heb ik Crest White Strips op mijn tanden gedaan. Nu zien die er wel heel wit uit. En de strips... Oh nee. De strips zitten er nog op. Dus als ik een beetje raar praat. Moeten er nog... Oh, nog 20 minuten op zitten. Dit is mijn outfit alvast voor vandaag. Mijn disco pants. The usual, dat is echt mijn favoriete broek. En om mijn... Ik wou zeggen mijn neefje te zien, maar dat is niet mijn neefje. Maar om mijn The Nice Baby te zien, mijn schatje. Dat gaat sowieso een van mijn schatjes zijn. Dacht ik, ik doe mijn lievelingspants aan. Hè. En dan een vintage Tommy jeans t-shirt. Dat is eigenlijk heel groot. Dat is zo. Dat is een large. Maar ik steek dat er zo in. En, oei, dat is niet goed gedaan. Maar je snapt wat ik bedoel. En dan, tudu. En dan is dat gewoon. Oké, ik heb me even aan de kant gezet. En het is gebeurd. Oh. De baby is geboren. Ah, ben kei blij, ik kan niet wachten hè. Maar in mijn handen. En het was de naam die ik dacht. En deze morgen zei ik nog tegen Sam, hopelijk pakken ze nu die naam. Want ik heb dat al zo in mijn hoofd. Als dat dan niet is, dan ga ik het niet meer weten, snap je? Oh my god. Oh. Ik weet niet als jullie het goed zien. Denk het niet. Oh my god. Oh, ze zien er zo gelukkig uit, hè. Oh my god. Ik ben zo blij. Oh. Oké. Ze zijn nog niet op de kamer. Ze zijn nog in de bevallingskamer. Dus ze gaan... Als ze op de kamer zijn, sturen wanneer dat ze op bezoek mag, dat er bezoek mag komen. Oké. Noah. Celine ziet er goed uit, amai. Het lijkt precies alsof ze niet hard echt moeten afzien, want die ziet er echt goed uit op de foto. Oké. Ik ga nog even bekomen. Ik ga ballonnen halen. En... Dan straks ga ik waarschijnlijk naar Noah. Mijn lieve kleine Noah. Oh, ben kei benieuwd. Got the goods. Oh, dat zit echt popval. Deze ballon is zo schattig. Daar zit gewoon zo'n beer in. Dan heb ik een hele grote N. Ziet je niet? Deze die had ik al eens toen bij de gender reveal. Maar die past wel mooi in het geheel. En een zilver hartje. Ik ga wel niks meer zien. Maar we hebben er behoorlijk aan. Dag 10 van Vlogmas.
En ik heb een kattensnoepjeskalender gevonden. Woehoe! Toch nog gevonden. Katjes zullen blij zijn. En ik zag dit in de winkel. Adidas. Is echt too cute. Kijk hoe schattig. En die man naast mij is heel raar aan het kijken. Oh, ik heb deze gekocht voor de baby. Super cute. Kan die natuurlijk nog niet direct aandoen. Zal nog sowieso wel 6 tot 8 maanden duren of zo, zeker. Heel schattige schoentjes wel. Ik ben terug thuis. En ik ga de kalender met de katjes open doen. Wie wil er graag snoepjes uit de adventkalender? En jullie krijgen er wel wat, hè? Het is toch gek dat die weten dat er voor hun is, hè? Sjaalke, lukt het niet? Hier. Ik moet vaak mijn vinger erop houden, anders dan eet hij niet echt goed. Shalom. Shalom, kom eens hier. Het is zover, hè. We gaan naar Noah. De auto zit goed vol, zoals je kunt zien. Ja, dat had ik al laten zien. Presents. Ballonnen, maar twee zijn er voorbij hun thuis. Oh ja. Als ze thuis komen. En ik heb ook. Ik heb ook van alles om te versieren. We gaan nu naar het ziekenhuis, dus het zijn nu de bezoekuren, dus we kunnen gaan kijken. Het is wel vlakbij. Dus het is wel vlakbij. We hadden eigenlijk te voet kunnen gaan, dat wil ik eigenlijk doen, maar met die ballonnen en het waait best hard. Het regenen net zelfs gehoord. Ah ja, het regent niet meer. Maar daar is wel een auto. Ja. Oké, okay, ik ben super benieuwd. Ja, ik ook, want we hebben wel foto's gezien, maar niet... Foto's is niet hetzelfde. Maar niet van het gezichtje, hè? Nee. Allee, zo. Geen close foto. Geen close foto van het gezichtje of zo. Zo'n beetje opzij, dus je ziet Noah zelf niet echt. Dus. Nee. Maar dat vind ik wel tof, want dan zijn de verrassingen. Is de verrassing nog veel groter, hè? Ja. Ik ben echt kei benieuwd. Dat gaat zoveel veranderen. Ja, het is allemaal veranderd sowieso. Hè. Ja, ja, maar ik bedoel zo onder ons. Dat gaat keihard veranderen. Zodat er in één keer een baby bij is. We gingen altijd met ons 4 overal naartoe. En in één keer is er zo'n kleine bij. Dat is kei grappig. Wil je dat niet zeggen, alsjeblieft? Dat is toch leuk? Ja, maar ja, dat is ook. We gaan waarschijnlijk veel meer zonder Celine en Nick moeten gaan doen. Omdat je een kleine niet overal... Dat kan, maar we zouden ook andere dingen... Nu kunnen we... Oh, nu kunnen we een speeltuin gaan en zo binnenkort. Ja. Dat vindt Alisa heel fijn. Binnen een... Ja, oh. Pak binnen 2 jaar of zo. Ja, ja, maar dat komt er wel aan. Wanneer gaat een kindje naar de echt zo naar binnen speeltuin binnen 2 jaar, hè? Ja. Dan kunnen we gaan spelen in de binnen speeltuin. Tenzij ik dan zwanger ben. Dan kan ik gaan spelen. Oh. Ik heb daar geen last van. Ja, ben ik goed aan het rijden? Ja, ja, je bent goed aan het rijden. Ik ben daar ergens maar rustig. Naartoe. Ja, ja, ja. Goed, zo goed bezig, schat. Ik kan niet wachten. Oké, we zien jullie dadelijk bij Noah. Oh, proficiat. Zijn mijn baby geweest. Dat was kei fijn, kei schattig. Ik denk niet dat we iets anders hebben gefilmd dan dat we binnen gingen. Maar we waren zo in the moment, dus dat ging niet. Ik ben ondertussen ook snel gaan trainen. En nu gaan we naar Beringen. Naar de hondjes, naar Milk en Ellie. En naar mijn ouders gaan we ook. We zijn... Het is een nice family home. En komen de hondjes even uitlaten. En dan zelfs gaan we naar mijn ouders, maar daarna komen we nog terug. Hey! 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 Jullie hebben een broertje! Jullie hebben een broertje! Een broertje is geboren! Heb je broertje genoemd? Noah! Mijn mama en papa zijn er niet. Hey! Ik ben er wel. Ja, ik ben er wel. Hey!
Gaan we pipi doen? Gaan we pipi doen snel? Eerst pipi doen en dan eten? Ja. Ja? Pipi doen? Oh ja, ik kan het niet zeggen. Oh ja, eet maar. Maar Ellie die maakt nogal een leuk. Ja, Ellie, die schrok daar. Maar dat is die bak, denk ik, die hoort. Ja. Is het op? Milka? Is het op? Milka, goed zo. Ja, oh, jij ook gedaan. Oh, ik heb hier ook eens kijken. Dat is leeg. Dat is leeg, denk ik. Drink nog maar eens. Drink maar eens. Hey, Oscar. Hey. Nee, ik doe dat echt later maar een schaar. Ik heb dat geen neus trouwens. Wat doe je met een schaar? Een neusschaar knippen. Soms kan ik dat zo vastnemen. Zo. Dan neem ik een schaar en dan... Ja, niet vastnemen, dan knippen. Dat zal wel heel lang zijn. Oké. De scent is koud geweest. Slafjes en Victoria's Secret parfum. En ook heel veel snoep. Hier zijn we weer. Eens kijken wat mijn vriendjes zijn. Hey. Dag schatties. Dag schatties. Kijk hè, we gaan dat eens doen hè. Wat gaan we doen? Kijk, via dat poortje. Ik dacht dat die via dat poortje moest komen. Dus wat doe ik? Dat poortje open. Kom maar. En Ellie nee, durft, Ellie dus niet durft dat niet. Wat gaan we? Ellie! Durft dat niet. Kom maar. Pak eens een snoepje. Dat is open. Pak eens een snoepje. Misschien durft hij dat dan. Och, garm. Kom maar eens uit. Kom maar. Kom maar. Goed zo, Ellie. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Dat is straks zo lang te proberen. Die deed dat ja, niet. Toen deed hij dat niet. Kijk eens wat die zus gedaan heeft. Goed zo, Ellie. Oh ja. Hey, schatties. Kom. Kom. Playtime. Help. Oh nee. Oh, jullie zijn echt crazy. Oh. Crazy dogs. Zot, oké. Kom. Allebei flink op het mandje. Ze hebben een... Wat was dat botje? Iets ja, met duck. Spekje, ja, een spekje-achtig gekregen. Flink, hè, Ellie? Zotteke toch. Zotteke. Heb je mijn lekjes gegeven? Dank u wel, Ellie. Ik doe maar zo meer. Dus die kijk dan uit. Niet zo. Een klets. Krijg ik het? Nee? Nee, die wil dat niet delen. Ik wil ook aan mij. Ellie? Flink. Yes. Flink, goed zo. Kijk. Ellie, zit. Ellie, zit. Flink. Klaar? Pak het. Oei. Is je zusje snel? It's been a long, long day. Yeah. En ten huize Nice Family gaan we de vlog afsluiten. We gaan nog hier even met de hondjes blijven spelen. Ja. En zouden we ze ook nog even buiten laten en snap, pipi laten doen. Ja, pipi en kaka, weet je. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Het was alleszins een heel speciale vlog. Amai. Zeker thumbs up voor de nice baby, voor Noah. Ja. En wij zien jullie morgen.